Goedemorgen, sportvrienden. Vandaag, zondag 5 mei, bevrijdingsdag in Nederland. De dag na de vlucht. Gisteren een heel pittig vluchtje met noordwestenwind. Koud weer, kopwind, heel veel regen. En ik heb er in de hand Beetle. Een van onze grote favorieten. Als jaarling al 5e beste jonge duif van de competitie. De allerbeste van heel Nederland. 8e bij Pipa van heel Nederland. En deze fantastische dochter van de vetblauwe jackpot won haar 4e prijs en won bijna de eerste. Werd met 1,5 meter geklopt voor de snelste van maar liefst 10.000 duiven. Ze speelt de eerste van 1600 duiven, de tweede in onze regio van 5300 duiven en de tweede snelste van de gele lossing. Een schitterend duivinnetje, dochter van de vetblauwe jackpot. Met gekoppeld, de moeder is uniek. Van het beroemde Maarten Hakvoort koppel. Waarin onder andere de Euro C. Roberto en de Golden Dirk van Gerard Koopman in zit. Prachtig de vinnetje. Ze is alweer kogelrond. Ze kwam in de regen als een stipkees. Hè? Ja, ze kwam helemaal alleen. Helemaal alleen? Ja. Het was hier pikdonker, het regende, hagelstenen. Maar ze kwam er dwars doorheen. Al met al hadden we gisteren weer een prachtige uitslag. Met 5 duiven bij de eerste 15. Van meer dan 5000 duiven, dus wederom heel tevreden. Wat een prachtig devinnetje. Wat is die vetblauwe jackpot toch een fantastisch kweken, Kees. Hè? Dat is geweldig. Een hele mooie devin. En dankzij Henk Jurjens is hij als eerst getekend in de mand gegaan. Daar ben je Henk heel dankbaar voor. Dus, Ja, dat is natuurlijk extra mooi, hè? Ja, zeker. Eerste duif, bam. Ja. Gelijk de eerst getekende vrouw. Geweldig devin. Ja. Super. Hoop op een nieuwe prestatie volgende week met deze. Ja. Zal leuk zijn. Deze duiven kunnen dat.